Wat wil je eigenlijk uitend naar je werken toe? Leg je daar een bepaalde iets in dat je zegt van kijk, dat wil ik naar buiten brengen. Daar kan je mij aan herkennen. Dat is Dries zijn werk. Ik denk dat mijn werk heel persoonlijk is. Dat daar... dus ook door dat materiaal dat ik gebruik, dat er heel veel van mezelf in zit. En van... ja, ook doorheen de tijd, het materiaal dat ik heb verzameld, dat dat heel veel zegt over de mensen die ik heb ontmoet, de plekken waar dat ik ben geweest en mijn interesses in een bepaalde, of op een bepaald moment. En dat mijn werk in die zin ook wel spreekt over, over mezelf in deze tijd, maar ook over ons allemaal. Kan je een boodschap geven naar onze kijkers als kunstenaar? Naar de kunst toe, breng je een bepaalde boodschap? Kan dat? Ik denk dat wat eigen is en wat wij als kunstenaars doen, dat wij een soort antwoord formuleren voor onszelf of een reflectie op een realiteit die misschien vreemd lijkt voor mensen, maar dat ik denk dat iedereen dat wel in zich heeft om, maar misschien niet per se de tijd neemt om dat antwoord voor zichzelf te formuleren. En ik denk dat dat wel iets heel belangrijks is. We doen een telefonisch gesprek met de voorzitter van GISK, Willem Elias. Open Studios, het Oger Instituut voor Schone Kunsten, die stelt eigenlijk verschillende kunstenaars, 22 internationale en nationale, die geselecteerd zijn in de beeldende kunst. Kan eens daar iets meer over zeggen, over deze tentoonstelling? Ja, dat is ook zo. Dus wij zijn ooit gestart, 25 jaar ongeveer geleden, in Antwerpen. Waar we dus in feite de idee dat mensen die al academie of Sint-Lucas gelopen hadden, zich verder zouden kunnen specialiseren om hun eigen weg te vinden, eigenlijk. Nu hebben we dat toen van in het begin internationaal gepraat. Omdat we natuurlijk op twee paden willen wedden, eigenlijk in zekere zin. Of twee effecten tegelijk te hebben. Hè. Namelijk enerzijds dat die mensen die een goede, hè, want ons Vlaams kunstonderwijs is zeer goed, een goede opleiding gehad hebben, toch eens een tijdje met mensen die uit andere scholingen en uit andere landen komen. Hè. En anderzijds natuurlijk hè, de internationalisering van onze Vlaamse kunst ook bevorderen. Hè. Dus in die zin is het een soort van mengeling hè, van mensen die... die samen twee jaar op stap zijn. Er zijn heel wat kunstenaars, een 22-tal kunstenaars zijn hier. Als je de verscheidenheid ziet van die kunstwerken, die lopen heel ver uiteen en hebben heel andere inslag of inkijk eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Hè. Dus voordien bestond er zoiets als het Nationaal Goerinstituut. Dat was echt een deel van het gewone onderwijs. Dat gestopt is in 1994. En daar had je nog echt disciplines. Men kon schilderen, beeldhouden, grafische technieken. We hebben toen vrij vlug gestopt met het idee van kijk, hier gaat het over de verdere ontwikkeling, over het verder ontplooien van de creativiteit. Van het zoeken naar een bepaalde vorm die behoort tot een bepaalde kunstenaar. En dat maakt natuurlijk dat het verschil juist eigenlijk de belangrijkste kwaliteit is. Het zou mij zeer betreurd hebben, mocht ik u willen zeggen van kijk, ik heb hier 22 ongeveer dezelfde kunstenaars of dezelfde producten gezien of dezelfde manier van werken. Dat zou een zware mislukking zijn in ons opzet.